Ik ga vandaag praten over Coca-Cola. Coca-Cola is een merk waar iedereen van weet en iedereen wel kent. Coca-Cola is dus een merk die zit dus achter een kluis verstopt en niemand weet hoe het recept dus in elkaar zit. Dus ik ben heel benieuwd hoe het recept is. Maar dat weet dus niemand als het achter een kluis verstopt zit. Maar er zitten allemaal van die vieze zoetstoffen in of vieze bacteriën of dingen, ik weet niet. Gewoon chemische stoffen zitten erin. Waar je niet weet wat erin zit. En dat wil je ook niet weten. Maar het is gewoon, het is heel lekker. Ik denk dat er gewoon zoveel suiker en vieze spul in zit. Dat het gewoon zo lekker is geworden. Dat iedereen het wel gaat drinken. En dat het misschien zo bekend is. Dat iedereen denkt. Oh ja, Coca-Cola. Oh, dat ken ik ook. Ja, dat ken ik ook. Dus iedereen kent het eigenlijk wel. Maar het is gewoon zo bekend over de hele wereld. Dat het gewoon eigenlijk gewoon een geheim recept is geworden. In een kluis. Achter heel veel camera's en heel veel bewakers, welke dus het recept geheim houden. En dat wou ik even vertellen. En tot de volgende keer. Doei doei!